McCain, ben je in de buurt van het centrum? Ja hoor, baas. Hoezo? We hebben melding gekregen dat een bende criminelen Forrest Blackwell probeert te ontvoeren. Ze hebben hem omsingeld op een dak in de buurt van het wetenschapsmuseum in het centrum. Ik ben onderweg, baas. Is er om versterking gevraagd? Ja, maar tegen de tijd dat die daar is, is het al te laat. Dus schiet op! Ik wil Forrest Blackwell graag te vriend houden. Hopelijk kan dat nog gerepareerd worden. Ah, ik heb een blauwe kleurenwisselaar nodig. Dat is Blackwell. Ik word ontvoerd tegen mijn wil. Kan iemand me horen? Ja, ikke. Ik bedoel behalve mijn ontvoerders. Grijp hem.
Wow, dat was gaaf. Zag je dat? Dave, Dave. Wow. Kijk, een zonnescherm. Als dit een actiefilm was, zou iemand erop vallen. Wow. Dat was onplezierig. Erger dan dit kan mijn dag niet worden. Oh, hemeltje lief. Eindelijk hulp. Arresteer deze mannen. Grijp hem! Goed zo. Laat zien uit welk hout je gesneden bent. Dat was een rake optater. Ha! Die afstraffing zal hij niet licht vergeten. Bedankt, jongeman. Ik dacht dat mijn laatste uur had geslagen. Niet zolang ik dienst heb, meneer. Er komt waarschijnlijk versterking aan, dus laten we ons uit de voeten maken. Mijn auto staat nog ergens in de buurt. Sorry dat we zo laat zijn, Chase. Al lijkt het erop dat je onze hulp niet echt nodig had. Jongeman, ik zou me een stuk veiliger voelen op het politiebureau. Zou jij willen rijden? Ik sta nog steeds te trillen. Ga maar. Ik bel de commissaris wel om te zeggen dat je meneer Blackwell in veiligheid hebt gebracht. Wij pakken de rest van de bendeleden wel op. Nogmaals dank. Wat onbeleefd van me. Ik heb nog niet eens gevraagd hoe je heet. Ik ben Chase. Chase McCain. Wij hebben elkaar nog nooit eerder ontmoet. Chase McCain. Nee maar, wat is de wereld nog klein. Ik heb het laatst nog over je gehad. Met een compagnon van me. Over alle moeite die je hebt gedaan om Rax Fury op te pakken. Hij denkt niet dat commissaris Dumby dat gedaan heeft? Nee hoor. Sommige mensen weten wel beter. Die luisteren niet naar geruchten. Wat jammer dat Rex weer op vrije voeten is. Wie weet wat voor een schurkenstreken hij nu weer uitvoert. Tja, wie denkt u dat die types daar net waren? Waarschijnlijk milieuactivisten. Die hebben het niet zo op mij. Waarom niet? Weet je dat niet? Ik dacht dat iedereen dat wist. Het was simpelweg een onfortuinlijk misverstand. Maar dat heb ik nu volledig achter me gelaten. Het belangrijkste is dat u nu veilig bent. Ja, ik moet dus een hartig woordje wisselen met mijn beveiligingsmensen. Dit is plezant. Mooie dag om een tochtje te maken. Volgens mij is dit de toeristische route. We zijn er. Meneer Blackwell, ik maakte me zo zorgen om u. Ik kon nauwelijks slapen. Nogmaals bedankt, Jess. Slaap jij onder werktijd? Nou, ik neem u wel mee naar binnen. Dank je. Vaarwel, Chase McCain. We zien elkaar vast wel weer eens. Oh, bijna een gedicht. Natalia. Ik heb misschien, heel misschien je hulp nodig. Ik kon mijn vader in geen van Chance kantoren vinden. Dus ik ben naar Chance autosloop gegaan. En nu kan ik hier niet meer weg. Wat? Ik was wanhopig. Het is mijn vader, Chase. Wat als Chance je te pakken krijgt? Dat gebeurt niet. Ik ben heel goed ver... Hé, hey, van wie zijn die voeten die onder mijn gordijn uitsteken? Help! Natalia?
Natalia! Ellie, ik heb je hulp nodig en de commissaris mag er niets van weten. Zeg het maar. Natalia zit in de problemen bij Chance Autosloop en ik heb versterking nodig om haar te redden. Natalia Kowalski? Wat doet zij daar? Lang verhaal. Kun je me helpen? Ja hoor. Ik ken wel een paar agenten die achter de rug van de commissaris om willen gaan. Ik zal ze zeggen je te ontmoeten bij de sloop. En dat ze een vermomming voor je meebrengen. Chen mag je niet herkennen. Bedankt Ellie. Je bent echt een reddende engel. Waar is mijn versterking? Ze hadden hier al lang moeten zijn. Hey, Chase. Oké, Statsky en Clutch zijn hier. En waar is de dame in nood? Clutch, Statsky, bedankt voor de hulp. Natalia zit hier binnen gevangen. Sommige van Chance bendeleden zijn gearresteerd, maar er zijn er genoeg over. Hebben jullie een vermomming voor me? Nou en of. Die is perfect, Statsky. Echt? Hij is voor onze vriend Knuffel. Die komt altijd net te dicht bij je staan. Laten we die meid gaan redden. Kom op! Ik denk dat ik deze dingen maar uit. Erop dat de zachte aanpak niet gaat werken. Klaar, Statsky? Ik ben klaar geboren. Wat voor eigenlijk? We moeten Natalia zo snel mogelijk vinden. Chance doet geen enkel middel om haar aan het praten te krijgen. Zoals ijsjes aan de geven? Wat? Hij gaat er heus niet omkopen, Statsky. Nee, ik bedoel dat je ontzettende hoofdpijn kan krijgen als je te veel ijsjes eet. Ik zou je alles vertellen als je me met een ijsje bedreigde. Vooral aardbeienijs. Juist, ja. Of ze laten haar heel veel frisdrank drinken, zodat ze een opgeblazen gevoel krijgt. Omdat dames nooit moertjes laten. Mijn moeder laat de hele tijd moertjes. Je moeder is ook geen dame. Dat is waar. Oh, ik weet er nog één. Stel dat ze... Genoeg. Hier hebben we niks aan. Oh. Je stopt er nou een jerrycan en een wasmachine. Geen wonder dat hij bij de sloop staat. Een paar jerrycans en ik heb genoeg om die generator aan te zetten. Ik moet die poort openmaken.
Kijk mij! Ik ga op rolletjes. Nou, zo'n grote koelkast nodig. Hier, Vicky. Dat was een oldtimer. Dat is wat je noemt een compacte auto. Oeh, die kan ik gebruiken om op die berg afval te klimmen. Schelde maar een haartje. Bedenk goed dat sloperijen gevaarlijke plekken zijn waar je niet moet spelen. Begrepen? Je komt nooit over dat ding!
Dat is een subtiele pijl. Dus, kan Natalia tegen kietelen? Wat kan ze tegen kietelen? Ik ben wel eens zo erg gekieteld dat ik een dief mijn pincode heb verteld. Je zei dat hij je had bedreigd. Ja, met de kietelboot. Dus jij kunt echt niet tegen kietelen. Haal het niet in je hoofd, Clutch. En bovendien weet je mijn pincode toch al. Je geboortejaar toch? Heb je die nog steeds niet veranderd? Tuurlijk wel. Nou, die van mijn tweelingzus. Zou ik die auto's als platforms kunnen gebruiken? Slecht, dan zeg ik het zelf. Normaal kan ik niet eens mijn olie verversen. Teleporter gemaakt van schroot? Nou, ik hoop niet dat ik er aan de andere kant als vlieg uitkom. Ah, oh, mooi, meer slechterikken. Nou ja, gelukkig staat mijn hoofd niet achterstevoren of zo. Chase, haal me naar beneden! Oké. Blijf nog even hangen. Sorry, ongelukkige woordkeus. Geef me 1 minuutje. Eindelijk. Oh, sorry. Ik bedoel, dankjewel. Ik moet alleen nog de knop vinden waarmee ik je zachtjes kan laten zakken. Die knop was het dus niet. Hij liet me ijsjes eten. Wat zei ik? Statsky, laten we hem smeren voordat de baas hier is. Later, Chase. Bedankt, jongens. En jij moet je hier buiten houden, Natalia. Ik zoek je vader wel. Dat beloof ik. Ik wil niet dat je gevaar loopt. Oké. Blijf uit de problemen. Doe ik. Hey! Vanaf nu dan. Yeah.